Door de groeiende wereldbevolking en de stijgende welvaart zal de vraag naar energie alleen maar toenemen. Om aan deze stijgende vraag te voldoen, heeft de wereld alle mogelijke bronnen van energie nodig en zal deze zo efficiënt mogelijk moeten gebruiken. De Shell Eco-marathon is één van 's werelds meest uitdagende studentenwedstrijden op het gebied van innovatie, techniek en duurzaamheid. Tussen 30 juni en 3 juli 2016 zullen meer dan 3000 studenten in teams uit meer dan 30 landen meedoen aan de Shell Eco-marathon. In Londen gaan ze strijden met de andere teams om zoveel mogelijk kilometers te rijden op 1 liter brandstof. Team Simotive van de opleiding Technicus Automotive Engineering zal het Summer College vertegenwoordigen in Londen. Ricardo Spielberg, hoe is het nou? Ja. Ik ben er al een klein beetje toch wel blij dat het zover is. Ik heb 3 autofabrieken bezocht, dat mocht helaas niet filmen, daarom doen we nu even een terugblik op de camping. Hoi Roy, waarom zijn jullie naar die autofabrieken gegaan? Omdat we hier later mogelijk kunnen gaan werken en dan kunnen we vast zien hoe het er daar aan toe gaat. De mensen die in deze fabrieken werken, die zijn experts op dit vakgebied en daar kunnen wij wel wat van leren. Joop, dan heb ik een vraag aan jou. Naar welke fabrieken zijn jullie allemaal geweest? Vorige week hebben wij Morgan Motors bezocht, JCB. En Jaguar. Waarom hebben jullie voor deze 3 gekozen? Omdat Morgan Motors voornamelijk klassiekers maakt. En JCB die maakt bedrijfswagens en graafmachines. En Jaguar heeft juist modernere auto's. Kun je samenvatten wat je bij Morgan Motors hebt gedaan? Nou, we hebben bij Morgan Motors het productieproces van de Morgan gezien. Dus bij Morgan maken ze de auto's helemaal met de hand. Dus we hebben gezien hoe ze het hout wat in de Morgan zit gemaakt hebben. En hoe ze de koets van de auto gemaakt hebben, van de aluminium. En hoe ze het spuitwerk gedaan hadden en eigenlijk alles. Ryan, geldt voor JCB en Jaguar hetzelfde? Nee, dat was eigenlijk totaal anders. Bij JCB werd eigenlijk alles veel meer geautomatiseerd gedaan.
En ja, alles was wel moderner. Bij Jaguar was dat nog gemoderniseerder. Gebruikt ze veel robots en zo. En ja, het zag gewoon veel efficiënter uit eigenlijk. Hebben jullie nog wat geleerd bij jullie uitjes? Nou, bij Morgan deden ze heel veel met de hand maken. En dat kost heel veel tijd. En aangezien wij een krap schema hadden, is het handiger voor ons dat wij iets meer uitbesteden en ja, machinaal laten maken. Nou, bij Jaguar is een hele mooie techniek om dingen aan elkaar te, ja, metalen delen aan elkaar te lijmen. Ja, dat is eigenlijk ook wel een mooie toepassing om ons aluminium frame bijvoorbeeld de volgende keer ja, in elkaar te zetten. Jongens, omdat het zo mooi weer is, gaan we een lekker pulsje pakken, lekker rustig aan doen. Bedankt voor de interview. Stijn, wat ben je hier aan het doen? We zijn in de rij aan het wachten. Waarvoor? Voor de technische keuring. Wij zijn van team Ubbel Emmius. Wij staan in de paddock naast jullie. En wij doen zelf mee in Prototype Battery Electric. Wat is jullie eerste indruk van onze auto? Nou, wij hebben jullie auto al eerder gezien dan vandaag. We waren namelijk allebei aanwezig op de testdag in Rotterdam. En nou, ik vind de auto er heel strak en professioneel uitzien. Dus dat is mijn, ja, dat is mijn eerste indruk. Juist is de technische keuring geweest. Kun je samenvatten wat er zowel allemaal gekeurd is? Heel de auto wordt hier gekeurd. Ze beginnen met een weging van de rijders los van elkaar en de auto. Daar is de auto goedgekeurd. Daarna wordt de afmetingen worden bekeken of dat is kloppen. Daar deed hij ook allemaal aan. Daarna hebben we de draaicirkel gemeten. Deze was helemaal goed. Daarna moesten de coureurs uitstappen binnen 10 seconden. Zoals Anouk hier naast me staat, heeft ze prima gedaan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rowan was ook erg snel. Dus alles liep helemaal goed. Okay, goed om te horen. In april hebben we de auto gekeurd in Rotterdam. Wat is er veranderd vanaf toen tot nu? Er waren nog een aantal kleine aanpassingen nodig, zoals de spiegels, die hebben we anders gemonteerd. Ook moest er nog een luchtdicht brandschot inkomen. Dit hebben we laten lasersnijden bij HVE in het zomeren. En dit voldeed allemaal aan de eisen. Ook hebben we de achteras nog aan moeten passen en moeten verstevigen. Wat is het grote verschil tussen Teams Motive en de andere teams? Nou, MBO is heel praktijkgericht. HBO en universitaire teams die zijn misschien iets minder met de handen en moeten veel uitbesteden aan andere bedrijven. Wij hoeven dat niet te doen en maken heel veel zelf. Daarnaast letten we heel goed op de afwerking van de auto en zo krijgen we een heel mooi resultaat. Wij doen niet onder voor de universiteiten, omdat wij hebben hun ook geholpen met de keuring.
Ze raakten in paniek toen ze merkten dat ze niet genoeg gewicht hadden en daar heeft onze teamleider Ties heel goed op geanticipeerd. Met extra gewicht en zo hebben we hun geholpen. Dat is echt een ultiem voorbeeld van hoe wij werken als team en dat wij echt niet onderdoen voor hun. Ik sta hier met Matthijs, een zeer technisch teamlid van Sumotive. Hoe vind jij het samenwerken binnen het team verlopen? Ja, tot nu toe eigenlijk heel goed. We hebben veel afgewisseld in het paddock, want je mag daar maar met 7 man staan. En dat is altijd zonder ruzie goed gekomen, dus ik ben tevreden. Oké, zeer goed. 1,5 jaar lang heeft het team gewerkt aan de auto, van ontwerpen tot produceren. De studenten hebben alles zelf gedaan en dat allemaal voor dit moment. De auto gaat rijden op de baan. Kijk daar, het Olympisch Stadion. Wat mooi. Ben je al een beetje zenuwachtig voor de race? And he's off. Thundering down to the first corner. It's wet out there today. Let's see how that affects things. Carving a pretty steady path through there. No problems so far. This really is like a Formula One car, but with a windscreen wiper. Second to last corner, beautifully handled. Hallo Rens, jullie hebben meerdere keer geraced op de baan. Wat zijn de resultaten geworden? Het eerste resultaat was 101 op 185. Het tweede resultaat was 1 op 184. En het derde resultaat was 1 op 178. Oh, dat is best netjes dan. Nou Hans, je hebt de afgelopen jaar de studenten geholpen bij het bouwen van deze auto. Hoe hebben ze het over het algemeen gedaan? Ja, ze hebben het hartstikke goed gedaan. Ze hebben een voertuig van scratch af hebben ze gebouwd. Het hele ontwikkelingsplan zelf geschreven. Tot uiteindelijk het resultaat is dat we nu hier in Londen staan. Ik ben de meeste trots op dus dat ze alles overwonnen hebben wat ze tegengekomen zijn. Zonder dus daar in de stress van te raken. En uiteindelijk dus alles tot een goed eind hebben gebracht. I am loving the energy. What an incredible day it has been of innovation, ideas and of course racing. You have all worked so hard to set goals, to achieve them, to make your aims and your targets. For that, we commend you. Congratulations. Third place, team 522, Sumotive from the Netherlands. Schrijf de afgelopen 2 weken eens in 1 woord. Schoon. Kei schone camping. Nee. Perfect, geweldig. Bier. Tom, leg de laai even weg. Je bent godverdomme weer een half mik aan het wegeten dat wij morgen niks meer te hebben te vreten. Dat is mijn mik. Nou, dat nog. Nou wel, ja. Mijn mik. Dat is mijn broer. En gewoon door blijven vreten, hè. Bier. Gezellig. Interessant. Top. Ah, mooi. Intensief. Bier? Echt, wat een variatie hier. En onze Franse buren die maken rooksignalen.